We hebben een rubriek en die moet aantonen dat klassieke muziek springlevend is en altijd in ontwikkeling. En de mentor van die rubriek is Floris Corti. Die staat hier voor iedere week om de nieuwste trends te vertellen. Wat heb je nu voor ons in de aanbieding? Over het project Torenpal. Ik hoop van niet. Is dit een grapje? Nee, het is serieus. Je zult ze kennen. Ja, congressen, heel saai. Ja. Kantoren, heel saai. Ja, over het project Toren, heel saai. Dat klopt, maar het kan ook anders. Laat duidelijk zijn dat het is een hele oude uitvinding. Het is 1876. Het is een Franse uitvinding. Het heeft na jarenlang op kantoren gestaan. Daar is het al lang en breed weg. Maar nu ontfermt de klassieke muziek zich over de overheadprojector. En hoe doen ze dat? Nou, je ziet dat veel jonge componisten, jonge makers, een hele nieuwe generatie, die gebruiken de overheadprojector om beeld te maken bij hun muziek. En met succes, vind ik. Ja. Nu, je zult het van mij misschien niet verwachten, maar dan kom ik direct met de vraag. We hebben toch een laptop tegenwoordig? Daar hoef je toch niet zo'n verouderd ding voor te hebben? Nee, maar het kan juist beter met een overheadprojector. Het is een soort retro-innovatie. En ik wil even laten zien om eens wat beeld te geven hoe dat er dan aan toe gaat. Ja. Een voorstelling is deze week in première gegaan. Dit is Stadseinder van Arthur Wagenaar, jonge Nederlandse componist. En die gebruikt bij zijn muziek dus een twaalftal overheadprojectoren om zijn muziek, zijn boodschap te verbeelden. Is het dan speciaal geschikt voor jonge muzici, voor jong publiek? Nou, ik denk dat wij sowieso wel dol zijn op de ambachtelijkheid van een overheadprojector. Mm-hmm. Het is natuurlijk echt handwerk en het past daarom ook zo goed bij klassieke muziek. Net als een piano, net als een viool, is natuurlijk totaal analoog ambachtelijk handwerk. Ja. En jij dacht, we gaan eens kijken of dat in de studio kan. Ik denk dat dat wel kan. Ik weet het wel zeker. Ik heb twee jonge theatermakers gevraagd. Helena Hogekamp, Meerten Dokter. Ja, om jou te overtuigen van wat er zoal mogelijk is met een overheadprojector. En ze gaan Mike Baudet begeleiden bij een volgens nog onbekende compositie. Ja. Kun je wat meer toelichting geven? Het is een première, begrepen. Dat wil ik ook graag zo houden. Ja. Ja, nou, duidelijk. Je hebt het zelf gecomponeerd? Ja. Ja, alleen 200 jaar te laat, maar het is wel van mezelf. Ja. Goed. Ga je gang, we gaan kijken. Ja.